Goedemorgen! Ik heb deze net gebakken met Mila samen. Die is aan het afkoelen. Ook bars. Ik ben hem aan het opmaken en dan komt de piep binnen schuiven. Hè? Piepje! Hoe gaat het? Creepy. Wat cute. Hallo? Oké. Okay. Yes! Oh, hij is zo lekker geworden. We hebben er cranberries en pekannoten bij gedaan. Ah! Ik ga nu, voordat we gaan, even een intro dingetje opnemen voor deze video. Vandaag is die vlog live dat ik bij de HEMA al die spulletjes ging kopen en zo. En wat mensen commenten van ja, overdreven, dit, dat, moet ook niet de norm worden. En ja, is ook wel zo, ik moet dat denk ik nog even benadrukken van een soort van... dit is a lot, maar ik vind het ook gewoon heel leuk om te doen. En dit is ook zeker niet nodig. Dit is zeg maar cadeaus voor lijsters, omdat morgen is de laatste dag. Maar een cadeaubon dus. Nou, weet je wat leuk? Een kaartje. Letterlijk een kaartje met gewoon lieve woorden is ook echt het allerleukste ooit. Maar ja, ik wilde graag iets maken voor. Maar goed, anyway, ik voel me nu soort van dat ik denk... Is it too much? I mean... Nee, ik heb er heel veel liefde in. Oké, okay, there I go. Ja, we gaan bijna. Ja, daarom wil ik ook... Spelen. Ja. Ja. Snap ik, Liepie. Schattig. Vind ik ook leuk. Nou, tranen. Dat lach jij. Still cute. Nou, jij, nou, iedereen ging een lijstje ook. Oh my god, zat er. En morgen is pas de dag. Morgen is pas de dag. Ja, zei ik, we gaan niet nu afscheid nemen. Nou, het werd heel erg gewaardeerd. Heel erg gewaardeerd. Zei dat ik waardeer dit echt. Ik waardeer, dus het is echt, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Zo, dat niet. Ja. Vond het echt heel leuk. Eens zou ik gelijk, oh, wat een mooi kaartje. Ja, zie, maar zo bedoel ik maar. Al doe je een kaartje, is dat ook wel voldoende. Als je maar gewoon iets kleins doet of zo. Ja. Ja. Oké, guys. Edit en pack mode on. Inpakken, video editen. Dat zijn mijn twee to-do's van vandaag. Wie zit beneden aan het werk? Ik ga nu een soort Excel dingetje voor inpakken doen. Ik heb al van alles gedaan, maar... Gaan we bijna, Amerika vlogs. Waar hebben jullie meer zin in? Orlando vlogs of New York vlogs? Kort New York, maar toch. Laat het weten. Ik was in het vliegtuig, kleine cadeautjes voor Mila, zeg maar voor op de vlucht. Kunnen we het heel even hebben over hoe cute dit is? Kijk, dit zijn stickers. Sorry, maar dit is toch fantastisch. Ik bedoel, we hadden puffy stickers vroeger, maar dit, er zit gewoon... Er zit water en glitter in, hè? Moet je kijken. Oh my god. Cute, hè? Oh. Ik wil zeggen, ik was altijd met mijn laptop, maar ik heb deze op mijn laptop. En die heeft zij ook geplakt. Maar kijk, hoe leuk zouden deze passen. Kijk, dan gaan we deze gaan hem heel mooi inpakken. Dit zijn een leuke doosjes voor. Tijdens de vlog. Check even deze hack. Oké, ik heb er dus nummers op gezet. Zo van, als we een cadeautje geven aan haar in het vliegtuig. Dat doen we dus altijd, hè. Dan zeg maar, heeft ze iets te doen. Nou, dan heb ik hier zit een snoepje in. Dat is schattig, dat is op 1. Laten we maar beginnen met alle energie eruit. En dan deze horen bij elkaar. Dat is dat die boekjes, stickers en stiftjes. Dus we noemen 2, 1 derde, 2, 2 derde, 2, 3 derde. En dan weet ik van, oh ja, die horen zo bij elkaar. Zo, ik heb nog een blad gekocht in de supermarkt. Dit is zo'n succes bij ons. Het is zo'n surprise pack. En ze had dus die in New York, hadden we deze nog goed. En die elke dag mee gespeeld. Als die zo gorg wordt, ook weg gaat gegooid. En ze praat er nog steeds over. Dus oh, wie weet wat erin zit. Jongens, vegan kip Caesar salad. Ik ben heel benieuwd. Daar is Avisa weer. Hey. Is dit niet het schattigste ooit? Kijk, dit is zo'n klein doosje. Voor sieraden. Oh. Make-up. Ik ga mijn bijstas vullen. Deze. Ik ga denk ik 2 tinted moisturizers in doen. Die ik allebei trouwens in Amerika heb gekocht ook. Full Blown Foundation. Het is 30 graden. Ik heb daar geen zin in. Liever dit gewoon. Zo. Een cream blush. Ik ga 100%. Jullie weten hoe ik ben. Ik ga sowieso ga ik wel iets daar kopen. Maar ik wil gewoon de basis hebben. Ik ga gewoon alles. Ik ga me toch niet meer morgen of overmorgen opmaken. Het is prima zo. Oh, ik heb dat morgen niet. Nee, ik heb morgen echt niks meer. Vandaag niet, morgen niet.
deze. Een slijpertje, heel belangrijk. Dat is echt zo'n ding dat je gaat vergeten. Dan heb je wel je potlood, maar niet je slijper. En dan ben je natuurlijk een tijdje weg, dus meh. Oké, ik kom uit op dit. Deze kwast past, soort van, past net, maar dan squishy daar. Dus ja, alles wordt met liefde gebruikt. Ha. Ja, wat nemen we dit mee? Zoals altijd neem ik deze mee. Echt de laatste 100 tripjes was dit mijn haartang of choice. Oh, wacht, ik moet deze... Hoe ging dat ook weer? Oh, hier. Want het is dan zo heet, zo humid, dat ik niet eens maar ga doen. Maar als ik het doe, dan vind ik het steltang altijd chillen. Want dan kan je en krullen en stylen en whatever, weet je wel. Zo. Dus dat wordt zo. Skincare. Ik heb in Amerika alles behalve mijn skincare. Die heb ik dus meegenomen hierheen. Dus of althans heel veel op. Dus ik neem alles weer mee. 4 zonnebrandcremes voor het gezicht. Om de een of andere reden is dat altijd... Oh my god, ik neem zoveel zonnebrand mee. Maar als je voor een paar weken naar 30 graden gaat. Geloof me, you need it. Wij allemaal. Dus ja. Qua haar. Ik heb een leave-in. Die had ik vorige keer daar gekocht. Die is echt top. Dit is eigenlijk enkel voor New York. Want als we aankomen naar ons huis, koop ik gewoon die bulky dingen. En dan ga ik mijn shampoo even in zo'n squeezy flesje overgieten. Zo. Ik zie altijd zo op TikTok. Zie je. Ik hoop dat het lukt. Mijn conditioner is ook al op van deze. Gaat het lukken? Ja, toch. Het is tot de shampoo? Ja. Het past nog best veel in. Je weet het nooit bij hotels. Soms denk ik, ah, ik neem me niet mee, dan kom je aan een hotel. Dus niks. Dus niet eens douchen. Daar betaal je daar zo mega veel voor. Want ja, hè, New York en zo. Maar, please, ga niet lekken. Ja, dit wordt de haarcombo. Moet ik dit nog erop schrijven? Ja, doe maar voor zekerheid een wasje tipje. My god, de auto is schoon. Och, I love it. Milena heeft van de opvang gehaald. En het is heerlijk weer. Iedereen is lekker buiten aan het spelen en zo. Volgens mij wordt het sowieso lekker weer. Wij gaan er vandoor. Het is altijd, altijd als wij weggaan, wordt het lekker weer hier. Altijd. Krijg je wel altijd foto's van, oh, het is 25 graden. Dat je denkt, nou ja, zo van, nou, pech wil ik. Nee, dat is niet waar. Trouwens, dat is niet waar. De zon schijnt. Mila gaat even kijken of het buurmeisje thuis is. Gregor gaat koken. Ik ga volgens klaarzetten als we een beetje opruimen. Drama omtrent unicorns op fietsen. Ik zeg, oh, kijk, heel veel. Wow. Anyway, Mila stond achterop een fiets bij iemand. Unicorn fietsen, de ene wel, de ander niet. Gedoe, weet je wat? Ik zeg, ik maak unicorn stickers voor iedereen. Ze hebben samen mogen kiezen. Ik maak voor allebei. Ze hebben de unicorn mogen kiezen? De kleur, de holographic. Oh, okay. Ja hoor, unicorn stickers. Ja. Gekookt door Foofs. Dit is gek, maar ik denk dat ik er ben. Ik heb echt een klein koffertje ook. Ik heb hier beauty, make-up, camera gear, camera, haartang, sieraden. Dat is voor Mila de haardingetjes. Kleding, waar eigenlijk ook echt... Eigenlijk kan ik dit ook wel samen puzzelen. Dus die camera hier doen. Zo. Jeetje, kan ik alles wat daar puzzelen. Goh. Jongens, ik ga hem afsluiten. Wel tussen. Bedankt voor het kijken. Tot morgen.